mensen vinden het waardevol om hier te zijn, krijgen goede tips en ideeën. En met name voor ons segmentatiestuk, wat best wel ingewikkeld is, hele concrete lijnen en adviezen mee. Mijn belangrijkste boodschap is: maak een keuze en kies een doelgroep en zorg dat je aansluit op je ondernemerschap. Dat is erg interessant. Het staat me zeker aan het denken. Het verhaal van Ton Hendricks is natuurlijk wel heel interessant. We kennen de supermarkten van eerst. En het is mooi hoe het er nou uitziet. Dat ze ook de interieur bij de huizen wil gaan doen. En ja, ik denk dat daar heel veel macht in is. Ja. Versterking van teamgevoel is volgens mij heel belangrijk. Plus, altijd hoe dan ook kan vriendelijk zijn. Waar een bloemist morgen mee kan beginnen, is gewoon laten zien dat hij zijn vak fantastisch vindt. En dat hij dat lachend doet en er heel veel plezier aan beleeft. De winnaar van de verkiezing bloemist van het jaar 2019-2020 is... Nou, ik vind het echt helemaal super geweldig. Heel dankbaar voor. Het is hard werken in de bloemen, maar het is ook super leuk werken in de bloemen. En ja, met ons team ook, we zijn zo trots op dat we dit mogen bereiken. Je kan het alleen maar hopen, want het zijn 10 finalisten en ieder heeft zijn talenten en zijn kwaliteiten. Dus je weet echt niet waar de jury nou voor valt.